De Nationale Loterij laat al haar spelers dromen. Als ik de lotto win, dan bouw ik hier in Kessel een zwembad voor minder valide. Dan koop ik mijn droomwagen, een Audi RS6. Dan koop ik een buitenverblijf voor mij, mijn familie en mijn kinderen op een tropisch eiland. Dan gaan we naar Brussel met de klanten en we bouwen daar een dik feestje. En dankzij jullie kunnen we ook de dromen van mooie projecten blijven steunen, zoals Villa Homaar. Hey, dag Felis. Hallo, dag Febe. Kom binnen. Dank u. Amai, dat is hier mooi. Ja, hè? Heel mooi. Maar dat is hier wel heel gezellig ingericht ook. We zijn in Homaar, het huis van Homaar. Hier komen jongeren voor psychische problemen, net zoals mezelf. Ik kwam hier voor een psychisch probleem. Ik heb een moeilijke jeugd gehad en dat heb ik moeten verwerken. En dan was ik ook nog bezig met school. En die combinatie was heel moeilijk. En eigenlijk had ik toen echt rust nodig en heb ik dat dan in Homaar gevonden. Ze hadden meer geholpen met hoe ik het dan moest verwerken. Maar er is wel een wezenlijk verschil tussen de manier waarop Villa Homaar werkt en hoe bijvoorbeeld een psychische opname werkt. De begeleiders doen mee. En dat maakt dat je zo niet echt het gevoel hebt van ik ben een patiënt en jij bent een begeleider, maar meer van we zijn hier allebei. Je hebt zo snel een band met die mensen, dan kun je ook zo al wat meer kwetsbaarder overstellen aan die mensen, omdat je weet van oké, die gaan er echt voor me zijn. Hoe ziet een gewone dag bij Villa Homaar eruit? Dus om 9:30 komen de meeste mensen, zitten we allemaal samen hier, komen de begeleiders erbij en wordt er de dagverdeling besproken. Dan hebben we nog een focusmomentje. Dat kan een boek zijn, dat kan iets luisteren aan een liedje zijn, dat kan een verhaaltje zijn. En dan komen eigenlijk de ateliers. We hebben een muziekatelier, een beeldatelier, een vertelatelier en dan een woordatelier. En hier heb je de muziekkamer. Maar zo gezellig. Ja, hè. In de muziekateliers hebben wij heel veel met de djembes gespeeld. Maar de meeste herinneringen is toch bij de ukulele. En dat is toch de reden waarom ik nu zelf ook een ukulele heb. Laat eens iets horen, Febe. Speelt. Welk gevoel geeft jou dat? Als ik thuis mijn ukulele speel, heb ik terug het gevoel van hey, ik zit terug in Homaar. Ja, het is echt zo dingen dat normaal gezien denkt van oei, wat heb ik nu gedaan? Dat dat hier echt allemaal oké was. En dan heb ik toch echt wel meegenomen dat het soms oké is om een foutje te maken.